Leuk dat jullie kijken naar de weekvlog. Geef alvast een duim omhoog en abonneer op ons. Veel plezier met kijken. Zondag komt een hele spannende video online. En jullie mogen gaan raden wat het is. En kijk op Facebook en Instagram voor tips. Veel plezier. Hele andere orde van grootte. En ook wel heel moeilijk. Carousel. Maar dat valt nog niet mee. Moet je maar kunnen dit. Vandaag is maandag, dinsdag. Dus, hij heeft helemaal met zijn voet in de drek gegaan. Ik denk dat je hem even af moet spuiten eerst. Ik dacht dat hij schoon was. Nou, ik weet niet waar hij schoon is. Maar het is gewoon een stinkie, die Binky. Ja, ik dacht eerst dat hij schoon was. Nou, ik weet niet waar, Bink. Maar volgens mij ben je gewoon heel vies. Oh, lekker dik. Je hebt een heel, heel klein klomp voetjes heeft hij. Nou, drink maar naar de spuit en dan kan je hem afspoelen. Ja, ik wil helpen om de spuit. Spelen op de manege. Zo heeft ieder zijn ding. Help. Veer die wordt gewoon achterna gezeten met een logeerzweep. Oh, Veer luistert ook gewoon niet. Ah, daar gaat ze weer. Een bijzondere manier van logeren dit. Nou ja, wat moet je anders doen op maandagavond, hè? Hop, hop. Nou ja, we zijn in ieder geval lekker bezig. Ik ben blij dat Fabienne er was. Die heeft je gered. Zo, Tess is lekker aan het rijden. Het eerste half uurtje mag je voor jezelf rijden. Oh, cool. Goed, en dan je handen laag houden. Ja, op enig moment is het natuurlijk als mama weer tijd om te gaan bewegen. Maar ja, je kind kan je natuurlijk niet gewoon achterlaten. Het voordeel is hier hebben ze gewoon een crash waar je kan werken en je kind gewoon mee kan nemen. Dus Fabienne die rijdt. En het veulentje mag gewoon meelopen. Hij vindt er ook nog iets van.
is goed voor zijn eigen conditietraining ook, dus je kind wordt hier ook gelijk getraind. En zo kunnen ze langzamerhand weer een beetje gaan werken. Nou, is toch te schattig dit. Ja, en wat je in draf kan, dat kan je natuurlijk ook gewoon in galop. Dus daar gaan ze. Is toch te schattig dit. Zo, en nu mag ze ook nog zonder zaal rijden. Ze heeft net de wedstrijd gewonnen. En ze trilde er helemaal van. Ja, we hebben echt de wedstrijd gewonnen. Je moest keihard in galoppen slalommen. Dan moest je gaan zitten op het krukje, dan moest je twee keer. En daarna moest je afstappen, twee tellen gaan zitten, omheen lopen. En dan er weer op zitten wie het snelste stuur dan weer. Woehoe! Gefeliciteerd. Goed bezig. Nou, lekker stappen. Ja. Kom je aanlopen. En er staan Spooky en Spooky staan al op je te wachten. Het is vandaag donderdag. En Tess gaat zo Pinky rijden. Volgende week dan zijn we er niet. Tess gaat op ponykamp en wij gaan een weekje weg. Rick is wel thuis, dus die let op het huis en op de spullen. Christine en Kim die gaan op de paardjes letten. Dus volgende week even geen weekvlog. Maar ja, daar zijn ze. Ik ga ze binnenhalen. Alle ponies hebben besloten, ze willen met Tessa mee naar binnen. Het regent. Maar ja, alleen Binkenkind mag natuurlijk mee, hè. Zo, Tessa is lekker aan het rijden met Binkenkind. Het is een beetje nattig buiten, dus ze is maar binnen gaan rijden. En dan luistert hij. Oh, hallo Binkenkind. Wat is dat nou? Even inneken. Toch maar naar buiten. Ietsje meer ruimte. En behalve dat het heel hard waait, is het wel verder heel fijn weer. Dat was dan wel weer leuk. Samen met tante Erna en haar mama. Woehoe! Kijk dan! Tadaa! Scheuren ook. Altijd zo grappig als die kindjes losrijden zonder dat ze iets in een les moeten doen, dan kennen ze maar één gang: galop. Oh, ik heb hem op video. Want galop is natuurlijk gewoon de enige gang, alle andere gangen heb je eigenlijk helemaal niet nodig. Ja, stilstaan misschien om op en af te stappen. Maar ja, verder is galop natuurlijk heel prima. Daarom zijn wij ouders er natuurlijk ook, om te zeggen zo, nu is het wel weer genoeg. En ze is net bezig hoor. Ja, kijk eens wat netjes, gaat zelf in draf. Vandaag is circusdag geloof ik. Ja. Ik weet niet wat ze allemaal aan het doen zijn. Maar de Bink die vindt het allemaal wel goed. Je moet zijn teugels vasthouden, want losse teugels kan een pony in gaan staan. Ook al is die nog zo braaf. Dus nooit loslaten. Hi Bink. Ja? Ja, ik snap je jongen. Ben je toch ook een braverd ook, hè? Ja, ik ben de braafste pony. Nou, zeker. Doet je wel een beetje lief tegen je Bink? Heel lief. Ja? Ja. Weet al zat of nog niet? Nou, ik wil er wel een stukje. Nou, je hebt al 3 weken Tessa. Word je er al zat? Nee. Oh, dat is toch wel weer lief van je Bink. Nog een week. En je moet een ponykamp zaterdag, Binkenkind. Oh jee. Dus dan heb je er nog een week, ja. Maar ik weet niet of ze... Ze zullen wel andere kindjes ook op je gaan dan. Dat is ook wel leuk, toch? Oké. Ja. Oh, ben je toch ook een braverd, hè? Vind ik ook. Ben ik lief? Je bent hartstikke lief. Je bent een snoepje. Vind ik ook. Nou, Bink, nog effies en dan gaan we lunchen. Dus dan haal ik dat gekke kind er van je rug, goed? Nou. Vind je dat wel leuk? Nou, nu zit ze er weer op, maar ik vind het wel leuk. Oké, nou. Veel plezier nog even, Binky. Dank je wel. Doei. Kom.
Kun je nog even doei zeggen, Bink? Doei. Ik ga vandaag laten zien wat ik meeneem voor ponykamp. In mijn koffer. Het is mijn koffer. In een grote blauwe koffer. Met slot. Nou, dan beginnen we met dit hutje hier. Dan maak ik hem hier open. Dan kan je dus opwarmen. Ik heb 4 handdoeken mee. Ik heb een rijbroek met slip mee. 3 rijbroeken heb je bij je? Ja, 2 met slip en 1 zonder slip. Dan heb ik nog een paar paardige sokken, wat korte sokjes. En dan allemaal shirts en pyjama en rokje en washandjes. En een bikini, niet te vergeten, want we gaan zwemmen. Dan hier. Nou, hier zo'n stuk. Heb ik hier een broek. Onderbroekjes en nog 3 paar paardrijd sokken en sokken als een soort van sloffen. Ik heb overal heb ik mijn naam in. Gaan we over naar deze kant. Dan hier een handdoek en wat lekker snoep mee. En hier zitten spulletjes in als ik wat wil. Eigenlijk helemaal niet nodig, maar oké. Okay. Ik heb hier een pen gestopt. Dan heb ik nog een handdoek van prinseshaartjes voor mijn haar. En dan heb ik nog een rijbroek. Dan heb ik nog een kort broekje. Een badhanddoek. Een hart voor paardenvest. En nog een wand. Dan heb ik hier mijn toiletcover, zal ik het laten zien. Ja. Toiletcover. Dan heb ik hier allemaal spulletjes, zonnebrand, tanta en alle dingetjes die ik nodig heb. En handcrème, niet vergeten. Dan heb ik nog anti-insectenspray, een borstel en een lekker zeepje en haar instukjes. Dit was mijn koffer. Dan heb ik hier nog allemaal bloemenspulletjes. En waar is dat voor? Want we gaan bonificeren. Ja, bonificeren met hier bloemendingetjes. Heb ik hier, ik heb het al zo bij het halster doen hier. Mm-hmm. Dan heb ik hier lampjes van bloemetjes. En ik neem het aan. Tada! Bij jou, ja precies. En dan met hele mooie roosjes. Slingerkettingen en clipjes en een strootje. En nog rode lipgloss. Lipstift. Nou, en als laatste heb ik hier nog slaapzak, een bedovertrek, een laken en een kussen. En mijn knuffel Flappy niet te vergeten. Ik ga hem even pakken. Mijn knuffels Flappy en Baymax die gaan ook mee. Flappy is een hele grote hond. En Baymax is iedereen die alles helpt. Ik ben er deze week niet. Want ik ga op ponykamp. Maar ik en Alice zijn er wel. Wij gaan de weekvlog een weekje overnemen. Met z'n tweetjes. Dus Dan kun je zien hoe ik Alice uitlaat. En dingen doet en zo. En dat we van elkaar houden en zo. Vergeet niet te kijken. Bedankt voor het kijken naar deze week vlog. Fijne vakantie allemaal. En ik geef gewoon een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Woensdag om 6:30. 6:30? Oh. Bij de livestream woensdag. En ik zie jullie zondag voor de weekvlog. Zaterdag voor de weekvlog. Even zwaaien. Nee, wacht, we moeten Alice ook zwaaien. Nee, ook niet. En ze zwaaien met de staart. Doei!